Wat bezielt kinderen die maar blijven liggen? Je hebt van die kinderen die blijven liggen. Ieder kind liegt en liegen is op zich, denk ik, helemaal niet erg. Het is ook goed dat kinderen leren liegen. En door te leren liegen, leren ze ook wat de waarheid is. En dat je een respons krijgt, dat er iemand boos wordt. Dus als kinderen een keertje liegen, is dat helemaal niet erg. Alleen, je hebt van die kinderen die structureel blijven liggen. En dan wordt het vaak lastig. Want kinderen die structureel blijven liggen, verliezen ook het vertrouwen. Ze krijgen veel weerstand. En je komt in een negatieve loop met die kinderen terecht. Dus het is nuttig om kinderen te leren wat liegen is, wat waarheid is. Heeft te maken natuurlijk met gewetensvorming van wat is de waarheid, wat is niet de waarheid. Dus kinderen moeten eerst de waarheid kennen en weten wat waar is en niet waar, voordat ze ook kunnen liegen. En heel vaak, dat zie je bij jonge kinderen, dat noemen we liegen, maar is eigenlijk geen liegen, omdat die nog niet zo goed weten wat de waarheid is. Dus die zeggen, nee, ik heb het niet gedaan, mama. En jij zegt, je hebt het wel gedaan. Maar dat is, peuters, kleuters, stoei je daar nog een beetje mee en reageer vooral op jouw reacties. Kinderen die doelbewust liegen, gebeurt vaak vanaf 7, 8, 9 jaar. En is ook heel lastig dat ze met een staande gezicht zeggen, nee, ik heb het niet gedaan, terwijl de bewijzen zich opstapelen. En dan kom je in een moeilijk conflict. En dan vraag je je af, waarom doen die kinderen dat? Ze zeggen keihard, nee, ik heb het niet gedaan. En terwijl de bewijzen eigenlijk zo hoog voor je liggen. En dan kom je vaak in een wel eens niet een spelletje. En dat is zinloos, dat is onverstandig om daarmee door te gaan. En je dan eens af te vragen, wat maakt dat dit kind dat blijft doen? Nou, als je daar eens even over doordenkt, dan kun je misschien tot de conclusie komen dat een kind dat blijft doen omdat hij gewoon bang is. Dus een kind wat bang is, bijvoorbeeld voor straf, of bang is voor afwijzing, of bang is om weggezet te worden, die heeft vaak geen andere keuze dan te blijven liegen. Want die heeft wel de behoefte om erbij te horen, alleen die weet vaak niet meer hoe die uit zo'n loop moet komen. Dus dan is het verstandig om tegen zo'n kind te zeggen, oké, je zegt dat je het niet gedaan hebt. Wat is er gebeurd waardoor we nu in deze situatie zitten? Dus dat je een kind als het ware een beetje helpt en zegt van, stel je voor dat je het niet gedaan hebt of dat we dat even vergeten. Maar hoe kunnen we het nu oplossen? Hoe kunnen we nu verder? En als jij de waarde eerlijkheid heel erg belangrijk vindt, trigger je ook heel erg op liegen. Dus als ik eerlijkheid ongelooflijk belangrijk vind en ik merk dat een kind of iemand tegen mij liegt, dan triggert dat mij. Dus dan reageer ik daar heftiger op dan als ik het niet zo belangrijk zou vinden. Als ik liegen niet zo belangrijk vind, of als ik daar een beetje genuanceerd over kan denken en kan zien dat een kind eigenlijk in nood is, die zo keihard staat te liegen, dan reageer ik heel anders. Dus dan help ik het kind als het ware door die situatie heen, door te zeggen, oké, je zegt dat je het niet gedaan hebt, we hebben nu wel een probleem en hoe gaan we dat oplossen? Dus je maakt van het liegen geen punt, maar de situatie ga je doorheen. Dus op die manier kun je kinderen vaak een beetje helpen die structureel liegen. En wat deze kinderen nodig hebben is vooral veel vertrouwen. Ze missen ook vaak het vertrouwen in zichzelf en ook het vertrouwen in de ander, dat die ander ze nog aardig vindt, nog leuk vindt, ondanks dat ze dingen doen die niet fijn zijn. Dus ook weer hier, als je naar de behoefte kijkt van een kind wat liegt, die wil ook gewoon graag aardig gevonden worden, goed genoeg gevonden worden. En als er iets, als die aangesproken wordt op iets, dan staat dat ter discussie. Dus als ik iets kapot maak en ik heb dat gedaan en ik word daarop aangesproken, kan dat voor mij ook voelen alsof ik afgekeurd word. En als ik dat afkeuren niet trek, dan ga ik zeggen, nee, ik heb het niet gedaan, want voor mijn eigen gevoel ben ik dan nog oké. Dus daar zit ook vaak iets in bij kinderen die structureel blijven liegen, dat ze voor zichzelf het gevoel willen afgeven, ik ben wel oké, en jij moet mij ook oké vinden. Alleen de manieren waarop is natuurlijk onhandig. Dus kinderen die zoveel liegen, die kunnen we op die manier helpen, door het liegen zelf eigenlijk een beetje over te slaan.
En door de situatie heen kijken, vooral naar hoe lossen we dit op. En het kind zeggen van, en weet je, als er nou weer zoiets gebeurt, dan helpt het gewoon veel beter als je zegt van, het is fout gegaan. Dus geef een kind ook woorden van, ik heb het fout gedaan of ik heb het kapot gemaakt, maar ik wilde het niet. Dus dat je een kind ook een beetje woorden geeft voor de leugenachtige situatie voor een volgende keer. Als er een conflict ontstaat, verliest een kind ook weer het vertrouwen in jou als volwassene. Van, oh, maar dan worden ze boos en dan vinden ze mij niet leuk en dan word ik weggezet. Dus dat wordt eigenlijk zo'n situatie die het steeds erger maakt. Dus dat is bij liegen, help kinderen. Kinderen willen niet primair liegen, die willen alleen een goed gevoel. En als je dat voor ogen houdt, kun je kinderen daarmee helpen. En dan is er nog een interessante, dat is een stof tot nadenken. Stel je hebt te maken met kinderen bijvoorbeeld uit vluchtelingengezinnen, of uit een kind uit een geschiedenis, een familiegeschiedenis, waar ooit iets is gebeurd. En waar een kind van huis uit de boodschap meekrijgt, vaak onbewust. Als we de waarheid vertellen, zijn we in levensgevaar. Stel je voor, er komen steeds meer vluchtelingen in Nederland. Die hebben moeilijke situaties meegemaakt, die we ons vaak niet eens kunnen voorstellen. En stel je voor dat de familie of de ouders van het kind, of misschien de grootouders, hebben moeten vluchten. En die hebben zich stil moeten houden, want als je de waarheid vertelt, kan het ook je dood betekenen. En dan heb jij zo'n kind in de klas, die liegt en die alles ontkent. En dan word je boos. Of een kind vertelt juist heel weinig. Kijk dan eens anders naar een kind en stel je eens voor, wat voor boodschappen heeft het kind meegekregen in de achtergrond. Want stel je voor dat deze ouders of grootouders van het kind, en het kan zelfs nog met de oorlog te maken hebben gehad, met verraad, het gaat vaak om verraad, dat dit kind de boodschap heeft gekregen, onbewust, als je de waarheid vertelt, kan dat iemands leven kosten. En dat is dan in de familie, en je ziet het vaak ook als je met ouders in gesprek gaat, dat je het gevoel hebt, er wordt achtergehouden. En de boodschap is, wees mild. Sowieso, als er sprake is van liegen, wees mild voor kinderen. Help ze door de situatie en vraag je af, wat maakt dat het kind liegt? En wat verbergt dit kind zo hard, waardoor hij voor zijn gevoel moet liegen? En ik denk, als je met een kind te maken hebt wat zo hard liegt, of waar je tegenaan loopt, en je gaat gewoon eens een poosje voor zitten van, goh, als ik aan dit kind denk, en die triggert mij zo met zijn liegen en bedriegen en niet de waarheid zeggen, en ik denk er een poosje over na, wat maakt dat het kind dat doet? En ik denk aan zijn geschiedenis, of aan wat er mogelijk thuis aan de hand is. Stel dat het thuis mishandeling speelt of geheimen. Of dat het heel moeilijk is en het kind wil er niet over vertellen, want hij schaamt zich. Dan heeft hij geen andere optie dan liegen. En stel je dan eens voor dat je niet het liegen tot onderwerp maakt, maar naar het kind kijkt en hem helpt en hem woorden geeft voor een volgende keer. Misschien dat de relatie met het kind dan een stuk beter wordt en dat het kind dan automatisch stopt met liegen, jou gaat vertrouwen en een klein beetje meer de waarheid gaat vertellen. Denk er maar eens over na.